Yes, hij is op de markt de nieuwe Stylus Pro van Encaustic Art. Ik heb hem al eventjes getest. Ik ben eigenlijk best wel heel erg enthousiast. Het is de opvolger van de andere styler van Encaustic Art. En ik ben eigenlijk wel blij verrast. Het voordeel van deze styler is dat hij twee standen kent. Twee temperatuurstanden, waardoor je ook de grotere opzetstukjes goed kunt verwarmen en daardoor er fijn mee kunt werken. Ze hebben nagedacht over het design. Ze hebben een houdertje gemaakt waardoor de styler goed blijft liggen. Niet telkens van tafel afvalt. Daar is over nagedacht. Er zit een extra lang snoer aan en het snoer is soepel. Hij is licht in gewicht. Alle opzetstukjes kun je met een schroefdraad loshalen. Dus je kunt met een tissue kun je makkelijk de opzetstukjes vervangen. Dat is ook fijn. Dus je zit niet meer met een schroefje dat je los hoeft te draaien. En er zijn een hele serie nieuwe opzetstukjes bijgekomen. Je kunt in de webshoppen eventjes kijken wat er allemaal voor vormen te krijgen zijn. Nu laat ik je vast eventjes snel een basis zien van wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen met de styler. En er is natuurlijk weer een heleboel mogelijk. En goed, laten we gewoon beginnen. Dan laat ik je in ieder geval een paar dingetjes alvast zien. Ik gebruik het ijzer om even een basis aan kleuren aan te brengen. En van daaruit wil ik gaan werken. Zoals ik al zei, je hebt dus allerlei verschillende opzetstukjes. En elk opzetstukje heeft natuurlijk weer andere mogelijkheden. Wat ik zelf vaak gebruik is niet zozeer het sterretje zelf, maar meer de vorm. Dus ik ga daarmee spelen. Wat je kan doen, is je kan het sterretje wel vullen. En je kan op die manier stempelen zodat je sterretjes krijgt. Maar wat misschien nog wel veel leuker is dat je kan creëren met het sterretje. Dus dat je niet zozeer het sterretje zelf gebruikt, maar meer om effecten mee te maken. En dan heb je eigenlijk heel veel mogelijkheden door weer tissue te pakken, was weg te vegen, kleur toe te voegen. Eventueel extra kleur toe te voegen. Maar op deze manier kun je dus ook alleen al met een sterretje heel veel creëren. Je kunt punt van het sterretje gebruiken. Je kunt als je was vastpakt. Het is eigenlijk al een beetje. Ik krijg er zelfs al een beetje het idee van wat je qua mogelijkheden soms op een hotplate hebt. Zo kun je op een hele snelle, makkelijke manier ook. Je kunt was warm maken. Zelfs dit is al een leuk effect. En je kan dan natuurlijk ook was weer wegvegen als je gedeeltes warm hebt gemaakt. En daar weer verder mee creëren. Maar laat ik je even snel wat mogelijkheden zien, zodat je in ieder geval zelf al enthousiast kan worden. Maar eigenlijk zou je het zeker zelf even moeten gaan proberen. Je hebt nu eigenlijk in een kort tijdsbestek heb ik toch wel een hele leuke creatie gemaakt met alleen de styler, met alleen het opzetstukje van het sterretje. Dus denk ook in mogelijkheden wat je allemaal kunt doen met het opzetstukje. Laten we eens even een ander opzetstukje pakken, want dat wil ik je ook laten zien. Ik gebruik in dit geval ook hier eventjes een basis aan kleur. Moet dat? Nee, dat hoeft helemaal niet. Je kan ook gewoon gelijk met de styler aan de gang. Maar dan heb je in ieder geval al wat was om mee te werken. Wat je ook kan doen is, hier heb ik een hartje, met een hartje te gaan werken. Eventueel andere kleurtjes toevoegen. Ik gebruik nu wel het hartje,
Maar je ziet eigenlijk de contouren van het haartje nauwelijks. En op deze manier heb je zoveel meer mogelijkheden met al die opzetstukjes. Ja, wat ik je net liet zien, je kan ook op deze manier mee werken. Vind je dat niet mooi? En wees ook creatief. Wees vooral creatief. Wat kun je allemaal doen met zo'n klein opzetstukje? En je kan veel fijner werken dan wanneer je alleen met het ijzer werkt. Je kan altijd de was wegvegen. Geeft ook een mooi resultaat. Gebruik ik vaak. Als de was warm is, krijg je ook gelijk een stuk rust, maar ook een stuk diepte. Misschien ook aan de bovenkant. Door de was te verwarmen, kun je de was wegvegen. En dan heb je op deze manier met de styler en het hartje weer een hele leuke creatie gemaakt. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, ga spelen met de styler, verschillende opzetstukjes, want die hebben weer verschillende mogelijkheden. Maar laat je creativiteit vooral ook spreken om op die manier mooie nieuwe creaties te maken. En ik ben benieuwd wat jij van de styler vindt. Dus wie weet hoor ik dat van jou. En zie ik weer nieuwe creaties voorbij komen. In ieder geval bedankt voor nu. En ik weet zeker dat er meer filmpjes van mij komen. Ook met andere opzetstukjes. Want de mogelijkheden zijn echt bijzonder groot. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer.